Vandaag is de kick-off van Jong de Mos. Wat is de toegevoegde waarde van Jong de Mos? Nou, er wonen natuurlijk in onze stad tienduizenden jongeren. En die jongeren willen wij graag aanspreken. Ja, en anders dan de meeste andere jongerenpartijen hebben wij een jongerenbeweging die ook direct invloed heeft op onze partij. En die mee gaan schrijven aan het jongerenprogramma. Dat gaan ze met verve doen. Jij bent de initiatiefnemer van Jong de Mos. Waarom heb je dit initiatief genomen? Richard de Mos heeft een grote held. Die heet Zwarte Piet. Hij vindt dat hij moet blijven. Wat is jouw mening erover? Nou, vorig jaar liep ik zelf nog als Zwarte Piet door deze stad heen. Dus ik denk dat het wel genoeg zegt. Zwaaien naar de camera. Ja, goed zo. Zwaaien. Ja, goed zo. Vind jij Richard de Mos slim? Jij bent moslim. Als je de mos combineert met slim, dan krijg je de moslim. Hou jij ook zo van likken? Dat ga ik zeker doen, met likken weer. Dat ga ik zeker doen. Hou je zelf ook van likken? Ja. Oh la la. Poel in de camera kijken, Richard. Nee, ja, nee, laat me zitten. Helemaal kut. Dat gaat toch ook niet met zo'n hoofd. Dat is een spotje in de zendtijd voor humoristische partijen van WTF TV.